De verkoop van woningen via de executieveilingen levert een waardevermindering op van 34%. Gemiddeld genomen staat dit voor een bedrag van 58.000 euro. Dat geeft ruimte voor verbetering. Het onderzoek hier gaat over de afloop van gedwongen verkopen op de woningmarkt. We hebben sinds 2006 voor 3440 woningen en gezinnen dus de afloop bestudeerd van hun gedwongen verkoop. En dat hebben we gedaan op basis van data van de Nationale Hypotheekgarantie, de NHG. De belangrijkste uitkomsten uit ons onderzoek zijn de lage prijsopbrengsten bij executieveilingen. We hebben onderzoek gedaan naar woningen die gedwongen verkocht moeten worden. En daaruit blijkt dat uh, de woningen die via een executieveiling verkocht worden 34% minder opleveren dan de door ons berekende prijs. En woningen die uh, verkocht worden uh, onderhands via een normale makelaar, die leveren 14% minder op. Er zit een aanzienlijk verschil tussen van 20% en uh, dat vinden wij opvallend en dat hadden wij van tevoren niet verwacht. Wat is er veranderd sinds 2008? Er is eh, sinds de vorige keer dat we deze onderzoek eh, deze studie hebben uitgevoerd naar executieveilingen en gedrongen verkopen, een hele hoop en niets veranderd. Er is een hele hoop veranderd op de woningmarkt. Eh, dus het aantal transacties is stilgevallen. Mensen moeten met prijsdalingen rekenen nu. En steeds meer mensen zitten in een betalingsachterstand, ruim 50.000 huishoudens in Nederland. Dus daar is veel veranderd. Maar eigenlijk op het gebied van de executieveilingen is er sinds 2008 nog niet heel erg veel veranderd. Er zijn wel wat verbeteringen doorgevoerd, maar te weinig. En daar gaat onze studie ook naar. We gaan kijken, zijn er al verbeteringen geïmplementeerd? En naar ons idee, te weinig. We moeten voorkomen dat woningen via een executieveiling worden verkocht. Want dat is niet gunstig voor consumenten, niet voor de bank en ook niet voor de wijk. We hebben voorbeelden, bijvoorbeeld in Rotterdam Zuid, waar regelmatig woningen verkocht worden via een veiling. En dat heeft niet alleen een nadelig effect voor uh, die verkoop, maar ook de woningen in de omgeving die te koop staan leveren daardoor minder op. Dat moeten we eigenlijk niet willen met elkaar. Uh, bovendien zou het beter zijn als woningen wat meer tijd genomen wordt om uh, die woningen te verkopen via een onderhandse veiling. Daar is ook ruimte voor. Immers, wij hebben een prijsverschil geconstateerd van 20%. En daar kan, kunnen een aantal maanden, een flink aantal maanden rentelasten uitbetaald worden. De aanbeveling uit onze studie geeft eigenlijk aan dat we zien dat de prijsopbrengst bij de veiling erg laag is, dat we in ieder geval moeten proberen het executieveilingkanaal beter te laten functioneren. En dat doen we enerzijds door te kijken naar landen om ons heen, waar de executieveilingmarkt beter functioneert, en ook kijken naar de geschiedenis in de Nederlandse markt. En wat zou helpen bij de executieveilingmarkt, is zorgen dat de marketing veel beter wordt georganiseerd. De inzet van internet bij de advertentie, bij het aankondigen, bij het delen van informatie. Maar ook zorgen dat bijvoorbeeld mensen online kunnen meebieden. En ook in de kostensfeer. Dat het veilinghuis, wat nu vaak een notariskantoor is, tegen minimale kosten gaat functioneren. En natuurlijk dat de zaal vol komt te zitten met mensen die elkaar niet kennen. Zoals in de eerste Amsterdamse vastgoedveiling, waar het veilingprincipe heel goed werkt. We weten dat het kan. We willen eigenlijk graag dat die witte raven die er nu zijn in sommige plekken in Nederland op de executieveilingmarkt, dat dat de standaard wordt in Nederland. En dan kan je het verbeteren.